als je zelf aan je racefiets sleutelt, dan weet je ook dat de racefiets, de boutjes en moertjes en de materialen, die worden steeds lichter. En dan zijn aanhaalmomenten, de momenten waarop je een boutje vastzet, dat noemen ze het moment, wordt heel belangrijk. En daar gebruik je een momentsleutel voor. Datona heeft deze in allerlei verschillende soorten en maten. En speciaal voor de feature range hebben we ook de lichtere momentsleutels. En ik ga even demonstreren hoe dat werkt. Nou, we gaan de momentsleutel gebruiken. Je ziet steeds vaker, zie je ook al het aanhaalmoment, zie je op het onderdeel staan. Bijvoorbeeld dit balhoofd waar je stuur mee vastzit. Daar staat bijvoorbeeld 6,0 Nm op. Dus we gaan de momentsleutel even instellen. Hier zit een ring op, die trek je naar beneden. En dan kun je hem draaien. Laat je hem los, dan zit hij ook vast. Dus nu draai je hem op. Dan gaat hij naar 6,0. Deze is met 4 inbussen. Je zet hem dan natuurlijk nooit één met op het moment en dan de ander. Dus je gaat hem een beetje kruisen, zodat hij gelijkmatig aangedraaid wordt. We beginnen bij de onderste. Klein beetje vast. Bovenste. Je ziet dat hij dan ook klikt. Omdat het er twee zijn, check je nu die andere ook nog even. Je ziet elke keer als hij een klikje geeft, dan is dat het ook. Gaat het klikje, hoef je niet verder te draaien. Dan is dat het aanhaalmoment waar die op staat. Dus deze hebben we op 6,0 gezet. Ben je klaar met de momentsleutel, draai altijd weer de spanning eraf. En dan leg je hem weg.